Dit is hockey, maar dan net even wat rustiger. Walking hockey is eigenlijk hockey voor ouderen. Het is een sport waarbij we eigenlijk gewoon hockey spelen en de techniek van hockey gebruiken. Maar je mag niet rennen en geen fysiek contact. Je moet wel veilig blijven voor de ouderen. De 74-jarige Leo van Bijnen is een van die ouderen. En walking hockeyer van het eerste uur. Het mag er bij dit spelletje dan wat trager aan toe gaan. De seniorenspelers zijn er niet minder fanatiek onder. Er is toch wel competitie hoor. Ja, dan heb je de gele hesjes en de gele zondag. Ja, mensen willen altijd winnen hoor. Bunnik is de bakermat van het walking hockey. Want hier bij hockeyclub Kromme Rijn begon coach Jesper Oele 5 jaar geleden te trainen met een groepje ouderen. En in die loop van de 5 jaar zijn er wel een aantal verenigingen al. Die hadden gebeld van joh, wat zijn jullie aan het doen en dan kunnen we er ook mee aan de slag. Een paar weken geleden kwam er nog een vereniging kwam kijken ook. En die zijn nu ook in Wijk Beduurstede begonnen. En inmiddels is walking hockey zo populair dat het de aandacht heeft getrokken van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. Die wil dat alle hockeyverenigingen de ouderensport gaan aanbieden. We zien dat we hiermee een doelgroep kunnen bereiken die op zoek is naar bewegen. Op zoek is naar een beweging op maat. Wat veilig is, wat sociaal is. Met name het sociale aspect is belangrijk. En daarom zien we als Hockeybond dat het onze maatschappelijke plicht is om daarin ook deze doelgroep te betrekken. En verenigingen daarin mee te nemen. De gezelligheid is dus net zo belangrijk als het in beweging zijn. Al komt Leo vooral om lekker te sporten. Het is meer de vrouwen die met elkaar optrekken. Ja. Dan is het af en toe net een kippenhok. Maar ja, Leo is dan ook de enige haan in het kippenhok. We waren ooit met z'n tweeën, 2 mannen. En toen is er 1 verhuisd naar 1 gehuizen. Nou, en dan blijf je alleen achter. Dus heren, meld u aan. Er is vast een walking hockeyclub bij u in de buurt.